Hey, welkom bij een nieuwe video. Thalassofobie is wat je noemt de angst voor de diepe oceaan. Als je dit toevallig hebt, dan kan ik het je niet kwalijk nemen, want de oceaan is echt een griezelige plek. Vandaag ga ik je 10 angstaanjagende dingen laten zien die in de oceaan waren gevonden. Ben jij nieuw op dit kanaal? Zorg ervoor dat je even abonneert met het belletje aan. En voordat we beginnen, doe ook even een duimpje omhoog. Nummer 10. Stel je voor, je bent aan het zwemmen in de oceaan, je duikt onder water en ziet opeens dit wezen naar je kijken. Ik denk dat iedereen zich wel kapot zal schrikken. Vooral zijn ogen zien er erg griezelig uit. Maar gelukkig komen deze vissen alleen maar voor op dieptes van 61 meter in de Stille Oceaan, Indische Oceaan en Atlantische Oceaan. De hatchetvis dankt zijn naam aan de unieke vorm van zijn lichaam. Er zouden ongeveer 40 verschillende soorten van deze vis zijn. De gemiddelde lengte zit tussen de 9 en 15 centimeter. Omdat het een diepzeevis is, heeft het ook bioluminiserende eigenschappen. Ze hebben namelijk fotoforen die licht produceren door chemische reacties. Nummer 9. In 2019 dook Victor Vescovo naar de bodem van de oceaan om een nieuw record te vestigen voor de diepste bemande duik ooit. Hij wist een ongelofelijke diepte van 11 kilometer te behalen bij de Challenger Deep, het diepste punt van de Mariana Trench. Het was een nieuwe prestatie voor Victor, maar zijn duik leidde ook tot de ontdekking van 4 nieuwe diersoorten. Op deze dieptes is het ook pikkendonker, wat het een griezelige plek maakt. Helaas was er ook slecht nieuws, want wat hij op de oceaanbodem vond was een plastic zak. Hoe het afval daar terecht is gekomen is nog steeds een raadsel. Maar het is triest om te zien hoe de oceaan zo vervuild wordt door toedoen van de mens. Nummer 8. In 1997 pikte een hydrofoon van de National Oceanic and Atmospheric Administration een mysterieus geluid op ergens in de Caribische Zee. Dit is hoe het klonk. Wetenschappers ontdekten later dat de trilling van het geluid zelfs vanuit de ruimte werd waargenomen. Er werd gespeculeerd of dit misschien een groot oceaanmonster kon zijn. Ze vergeleken het geluid ook met eerdere opnames van onderwatervulkanen. Nader onderzoek wees echter uit dat het geluid een natuurlijk verschijnsel is dat ontstaat door de circulatie van golven en stromingen. Het werd bekend als de Rossby Whistle. Dit geluid werd door vele mensen beschouwd als het griezeligste geluid wat ooit in de oceaan is vastgelegd. En wie weet bestaan er nog wel grote oceaanmonsters die we niet eerder hebben ontdekt. 80% van de oceaan is namelijk nog nooit gezien of in kaart gebracht door de mens. Nummer 7. Een aantal duikers waren op een dag het Neuchâtelmeer in Zwitserland aan het verkennen toen ze opeens een griezelige haai tegenkwamen. Het was echter geen echte haai, maar een standbeeld. Maar je kan niet ontkennen dat het je alsnog de kriebels geeft. Ik bedoel, de haai heeft scherpe tanden met zwarte ogen en puntige vinnen. Het haaienstandbeeld bevindt zich op de bodem van het meer en als je hier gaat duiken en niet van deze haai af weet, dan zou het je wel eens de stuipen op het lijf kunnen jagen. De reden waarom de haaienstandbeeld hier werd neergezet is omdat het was gebouwd voor een film genaamd Show Au Lauk. Omdat het standbeeld ook in groenachtig troebel water staat, maakt het de haai nog griezeliger. Vind je ook niet? Nummer 6. Deze volgende foto ging in 2018 viral en er werd beweerd dat een groep vissers een gemuteerde zeemeermin hadden gevangen. Veel mensen waren snel overtuigd en zeiden dat het een echte zeemeermin kon zijn. Ik kwam echter ook een video tegen waarin we het mysterieuze wezen zien liggen op een kist. Sommige mensen beweerden dat de zeemeermin werd gevangen in Indonesië, terwijl anderen zeggen dat het na een storm is aangespoeld in China. Ze bleken het echter allemaal mis te hebben, want een paar weken later werd de waarheid onthuld. Het was namelijk een beeldhouwwerk van een Thaise kunstenaar en het maakte deel uit van een tentoonstelling bij een kunstuniversiteit. De tentoonstelling was bedoeld om het bewustzijn over de natuur te vergroten. Alhoewel het nep is, de maker verdient zeker een pluim, want de zeemeermin zag er zeer realistisch uit. Nummer 5. Op 15 juli 1570 vertrok een groep van 40 missionarissen onder leiding van Ignacio de Alsveda naar Zuid-Amerika. In die tijd waren de wateren tussen de Canarische eilanden en Madeira, waar zij doorheen moesten varen, zeer gevaarlijk.
Toen ze de kust van La Palma naderden, probeerden een groep Franse piraten onder leiding van Jacques de Sores het schip over te nemen. Het verhaal gaat dat de piraten hen in zee wierpen en ze langzaam naar de bodem zonken. Vervolgens werden eeuwen later, in het jaar 2000, ter herdenking van de missionarissen 40 kruisen in het water gezet in de buurt van het incident. Vandaag de dag staat deze plek in het plaatsje Malpique in Portugal bekend als een van de beste duikplekken ter wereld. Maar door de kruisen die er staan, maakte de plek ook wel griezelig. Nummer 4. Het zinken van de SS Disselgorm is een andere onfortuinlijke gebeurtenis in de geschiedenis. In juni 1941 voer het vanuit Glasgow, Schotland naar Alexandrië, Egypte met voorraden voor de Britse geallieerde strijdkrachten. Het was geladen met munitie, gepantserde voertuigen, kanonnen, communicatieapparatuur en andere militaire voorraden. Een paar maanden later besloot de kapitein van het schip een andere vaarroute te nemen om de Duitse en Italiaanse marine te vermijden. Dit ging niet zoals gepland, want een Duits vliegtuig zag de SS Disselgorm aan als de vijand en liet twee bommen op hen vallen, waardoor het schip zonk naar de bodem van de Rode Zee. In de jaren 1950 vond Jacques Cousteau, een Franse marineofficier en ontdekkingsreiziger, het wrak van de Disselgorm. Vandaag de dag is het wrak van de Disselgorm een wereldberoemde duikplek en duikers maken ook vaak meldingen van het zien van geestwaarnemingen en geluiden alsof er machines worden gebruikt. Nummer 3. In 2016, toen het onderzoeksschip EV Nautilus voor de kust van Californië de oceaan aan het verkennen was, stuitten wetenschappers die naar de livefeed keken op een vreemd schepsel. Het zat verstopt onder de rotsen en het was klein met een paarse kleur. Het was iets dat nog nooit eerder was gezien en wetenschappers noemden het de paarse blob. Eén onderzoeker merkte op dat het misschien een kleine octopus zou kunnen zijn. Een ander persoon dacht dat het misschien een soort spinneneierzak was. Nautilus besloot de paarse blob mee te nemen zodat wetenschappers het verder konden bestuderen. En later, toen ze het ding onderzochten, kwamen de wetenschappers er nog steeds niet achter waar deze paarse blob precies was. Maar er wordt gedacht dat het mogelijk een pleurobranch is, een zeldzame verwante soort van de naakslak. Deze wezens zouden zich miljoenen jaren geleden van hun schelp hebben ontdaan. Alleen hun huid, spieren en organen blijven over terwijl ze zich een weg banen over de oceaanbodem. Nummer 2. Het schildpaddenkerkhof op het eiland Sipadan, vlak voor de kust van Borneo, was een andere ontdekking van de Franse ontdekkingsreiziger Jacques Cousteau. Het kerkhof, vol met ontelbare beenderen en skeletten die van zeeschildpadden zijn, bevindt zich in een onderwatergrot. Het avontuur werd gefilmd in een documentaire en destijds was de verklaring van Cousteau dat de zeeschildpadden naar de grot verhuisden om de wereld in vrede te verlaten. Op 26 maart 2019 herontdekte een ontdekkingsreiziger uit de Filipijnen genaamd Jos Vergara het schildpaddenkerkhof van Sipadan en hij gaf een meer wetenschappelijke verklaring. Volgens hem gingen de zeeschildpadden de grot in om een plek te vinden om te ademen. Maar de grot is een mysterieuze plek en wordt ook wel een doolhof genoemd. Er zijn verschillende kamers en gangen waar je gemakkelijk verdwaald kunt raken. Hierdoor raakten de zeeschildpadden waarschijnlijk verdwaald en kwamen ze dus nooit meer boven het wateroppervlak. Nummer 1. Wat je hier ziet is een brinnacle, ook wel de Finger of Death genoemd. Een brinnacle is een holle buis van ijs die zich onder het zeeijs heeft gevormd. Wetenschappers wisten al eerder van het bestaan van dit fenomeen, maar dit is de eerste keer dat ze het op camera wisten vast te leggen. Het ontstaat wanneer zeewater, voornamelijk in het poolgebied, compleet bevriest. Hierdoor laat het zeeijs de zoute pekelconcentratie die erin zit los. Daardoor stroomt het zoute water met een zeer laag vriespunt naar beneden, waardoor het in de oceaanbodem zakt. Deze neerwaartse stroming creëert dan een verbazingwekkende, vingerachtige formatie. De brinnacle kan blijven groeien, zelfs nadat het de oceaanbodem heeft geraakt. In de video zien we verschillende zeedieren zoals zeeegels en zeesterren die erin verstrikt raken. Na een tijdje raken ze bevroren en om deze reden wordt de brinnacle dus ook wel de vinger des doods genoemd. Vind jij de oceaan een angstaanjagende plek? Laat het me weten in de reacties. Als je het een goede video vond, doe dan even een duimpje omhoog. Wil je meer video's zien die ik heb gemaakt? Klik er een aan op het scherm of neem een kijkje op het kanaal. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.